Kuipen. We krijgen nog de Italiaan De Marsch tegen de Duitse Herda. We krijgen Mark Mitchell, die het misschien wel zal gaan proberen tegen Danny Kaff. En we krijgen altijd nog Emminger, die een behoorlijke 5 kilometer rijdt. En Zacherin. Van Helden links, Kuroiwa rechts. Eens kijken wat Hans doet. Of hij zich weer bij de laatste 16 kan rijden. Dat zal nu heel moeilijk voor hem zijn. ...704-32 is het Franse record 5 kilometer. Oh, die Japanners zwaaien het heerlijk. 20-23-7. Die Japanner met het hoofd recht naar voren, de nek gestrekt. De Hans altijd even dat knikje. We gaan naar de volgende passage. 600 meter voor Hans staan in 53,5. 54,1 voor Kuroiwa. Hans heeft dit jaar heel veel getraind met een klein parachutje achter hem aan om de weerstand te vergroten. Hij komt toch altijd wel met iets nieuws. Van Helden, 1.26.5. 1.26.6 voor Kuroiwa. Waarmee is dat te vergelijken met de tijden van Kempers en Visser. 33 rondje. Dit is die tengere Japaner. ...1.59.3 beide. 1.59.3 is sneller dan Kempers en Visser. Japaner nu iets voor, 2.31.9. 2.32.4 voor Hans. Nog onder de tijd van Visser, Kempers. Verrassend dat die Japaner meegaat in die tijd. We gaan op naar 2200 meter. De Japaner 3052. De Fransman 3054. 33-3 rondje. Hans met die ogen knipperend, een beetje toegeknepen. De Japaner ook een beetje. ...2600 meter voor de heren. 3.38,5 voor de Japaner. 3.38,7 voor Hans van Helden. Sneller dan Kempers, sneller dan Visser. Hans heeft het niet eenvoudig gewonnen. ...704-32 heeft hij hier op deze baan gereden, als snelste Fransman ooit. 2-12-1 voor Hans. Pardon, 4-12-1. En 4-12-4 voor Kuroiwa. En dat blijft onder de tijd van onze jonge landgenoot.
krijgen 3400 meter in beeld. 4.46.1, 4.46.4. 1/1 seconde onder de tijd van Gerard Kempers. Van Helden op 3800 meter klokt 25-1. Nog altijd sneller dan Kempers. 5-21 blank voor de Japanner. Maar nu wordt het knokken voor Hans. Eens kijken of hij op die techniek kan blijven steunen. Maar daar komt ook dan nog een stuk kracht bij. Als je in die laatste ronde mee wilt met de allerbeste. En als je hier zo in de buurt van de 7 minuten rijdt, dan ben je natuurlijk een zeer goed schaatsenrijder. Maar ik denk dat Hans nu toch moet inleveren. 33-7 is het rondje en 5-53-9 is een passage. Hij is dus nu langzamer dan de twee jonge landgenoten. Dat zat erin, dat komt er ook uit. En dan zal hij zo naar de 7-3 rijden. 7-4 misschien als hij nog meer moet gaan inleveren. Hij gaat in ieder geval nu 4600 meter ronden. En dat gebeurt in 6.27.7. Dat is 3/10 seconden langzamer dan Kempers. Dus hij had toch nog even wat in de benen. 33-7 was het rondje. Ik geef het u te doen, dames en heren. We juichen om een 19-jarige uit Eelde. Deze man, een wereldburger, bijna 38, anderhalve schaatsleeftijd ouder, legt hier een uurtje nadat Kempers hier glorieus aan de finish kwam, legt hier een tijd neer waar je ook heel, heel blij mee mag zijn. 7:01.43, 7:05.89 is de tijd van de zeer verrassend optredende Japanner. En het wordt steeds meer duidelijk dat we hier met een kampioenschap te maken hebben dat vol zit met mensen die de 5 kilometer aankunnen. Niet alleen een Japanner rijdt hier 7:05, een veteraan Fransman die toch werkt in een omstandigheid zoals wij die in Nederland kennen en zeggen dat nou, dat is puur amateurisme wat hij doet, rijdt 7:01.